Ah, meisje, doe je hier nog? Opeens, het hangt wel. Hallo, hallo, een beetje beleefd, hè? Het verkeerde been het bed instapt, zeker? Het bed? Kan ik het niet slapen van die gasten hier? Hey, hey, wat heb je nu weer uitgespookt? Het is dat niet, zijn zelder, die gasten hebben geen gevoel voor humor. Bon, ter zake, het geval Silke van den Brande. Ze stond al onder contract, maar nu is de maat echt vol. Vooral na het laatste incident in de turnles. Meneer Malfit? Ja, dinsdag voormiddag kwam Silke bij mij voor de les en kwam vragen als ze naar het toilet mocht gaan. Ze mocht van mij, maar ze moest rap terug zijn. Ze heeft dat wel gedaan, maar terwijl ik met mijn leerlingen de handbaldoelen aan het zetten was, dan rook ik plots een brandgeur uit de damestoiletten. We zijn gaan kijken en wat zag ik? Brand in de vuilnisemmer. En nog een geluk dat ik die brandblusapparaten allemaal heb laten vervangen, want die in de turnzaal was ook defect. Enfin ja, dat was rap weten wie dat gedaan had, want madame had haar eigen leerlingen pas in brand gestoken in de vuilbak. Ja, en? Ja, haar naam stond erop natuurlijk. Oké, okay, we weten genoeg, meneer Malfit, dankjewel. Het was dus de tweede brandstichting van juffrouw Van den Branden. En in één schooljaar tijd, ik denk dat het echt wel genoeg is. En dat we de politie mogen bellen nu. Hoe haar tweede? Ja, Daniel, dat was toen nog voor je terugkomst. Jij zat toen nog in het klooster in de Provence. Ze heeft toen eens hetzelfde gelapt in het geschiedenislokaal. Ik heb het toen al gezegd, we hadden toen al de politie erbij moeten halen. Ja, kom, dat zijn natuurlijk nu wel vijgen na Pasen. Ja. Directeur, kan ik u eens spreken? Ja, sorry Henri, niet nu. Ik ben bezig met dringende zaken. Het gaat wel over mijn werk, hè, directeur. Henri, niet nu, oké? Okay? Ah, ja, oké. Okay. Maar wat viel er eigenlijk met dat meisje? Problemen thuis of leermoeheid? Ik weet het niet, er zit daar niks in dat meisje. Geen greintje respect. En thuis heeft ze zeker ook niks tekort. Papa rijdt met een chique Ferrari, mama met de BMW. Ja, dat wil niet zeggen, hè, nichtje. Dat wil niks zeggen? Ja, dat wil zeggen. Ja. Dus, goed. Hallo. De tijd is gekomen, luister. Tijd voor de volgende. 3, 2, 1, boom. Problemen, Oswald? Het is niks, Daniel. Het is een flauwe grappenmaker. Kom, we doen verder. Waar waren we? De zaak Silke. Ja, juist. Ja. Goed. Ja, ik stel voor dat we gewoon korte metten mee maken, want... Hallo, wat hier? Kom, hop, naar mij!